Goedemiddag mensen, welkom bij Home Workout nummer 24. We beginnen zo meteen met een warming-up in de vorm van een Tabata. De beweging die we daarbij doen is knees high run, ofwel hardlopen op de plaats. Tabata houdt in blokjes, 8 blokjes van 20 seconden werk en 10 seconden rust. En dat 8 maal. Die 20 seconden werk ga je lekker knallen, ga je lekker gas geven. Goed snelheid maken en die 10 seconden rust, dat betekent natuurlijk niet dat je dan stilstaat, maar dat betekent dat je dezelfde beweging blijft doen, alleen in een veel rustiger tempo. Het is handig als je de smartwatch hebt geïnstalleerd op je telefoon, want dan kun je mooi kiezen voor Tabata en dan stel je hem zo in 20 seconden werk, 10 seconden rust. Nou, de mensen die hem hebben, die weten precies hoe dat werkt. Ik doe het hier nog eventjes met onze eigen blok. Ik ben nu eventjes in afwachting. Hij is aan het aftellen. Dat doet dus de smartwatch. Die doet dat ook. Nou, daar is hij. En ik ben lekker bezig met de eerste 20 seconden. Rustig doorbewegen. En dan gaan we weer. Nou. Ben je klaar met je Tabata? Dan mag je wat mij betreft, mag je 1. Hooguit 2 minuten rust mag je nemen. Hartslag gaat weer naar beneden. Ademhaling normaliseert zich weer. En dan gaan we door naar de daadwerkelijke workout. Workout bestaat uit een aantal bewegingen. Die doe je 3 rondjes. Ik laat de bewegingen even aan jullie zien. Je begint met een animal flow beweging. Alternating sidestep of jump through. Laat hem even zien. Zo. Je begint eigenlijk op handen en knieën, vervolgens knietjes van de grond, dus dit is de positie. En de step through, dat is deze beweging. Je ziet mijn benen zijn vrij dicht bij de grond. Zo. En de andere kant. Stap. Stap. Of jump. En dan ziet hij er zo uit. Etcetera, etcetera. Vervolgens gaan we door buikspieren naar de hollow hold. 30 seconden. Matje of op de grond. Zo. Voeten van de grond. En je zorgt ervoor dat na omhoog gaat de onderkant van je schouderblad, dat dat het matje nog raakt. Eventueel mag je iets hoger gaan zitten. Maar niet dat je dit gaat doen. Dit is te diep. Dus deze houding. 30 seconden. Daarna bekend 30 jump squatjes. Squat positie. Goed zakken. En even loskomen van de grond. En daarna hebben we weer een animal flow beweging. De front step through. Nou. Je begint in deze positie. Handen voor je. Zo. Billen naar boven. Hoofd tussen je armen. En ik begin met mijn rechterbeen. Rechterbeen plaats ik naast mijn rechterarm. En ik stap zo door. Linkerbeen naar voren. En ik ga zo direct weer terug. Alternating. Dus nu met links. Rechterbeen naar voren. Dit mag je eventueel ook met een sprongetje doen. En terug. Andere kant. En terug. Daarna. Voor de borst. Push-up hold.
Ik begin gewoon eventjes op mijn buik. Handen naast mijn borst. Zo. En ik druk mezelf uit. En ik blijf zo 30 seconden boven de vloer hangen. Is dat zwaar? Mag je wat mij betreft ook zeggen van ik doe het vanaf mijn knieën. Vervolgens, weer voor de buik. Vierps. Vervolgens, 10 push-ups. Nou, laat het toch nog een keertje zien. Zo, het zwaarste is vanaf de tenen. IJs is borst raakt de grond. Heb je daar moeite mee en heb je een probleem, mag je de beweging ook vanaf de knieën maken. IJs blijft overeind natuurlijk, ook als je vanaf de knieën werkt, dat je borst de grond raakt. Vervolgens, voor de bovenbenen, de bol zit. Nou, je zoekt gewoon even een deur. Een muurtje op. Zo. Rug plat tegen de muur. 90 graden ongeveer. 90 graden. En zo blijf je lekker 30 seconden hangen. Of zitten. Vervolgens een beweging voor de bovenborst. Push-backs. Zo. Net als bij de side-step-through. Ik sta er ook over. Zo, begin ik in deze positie. Handen gaan ietsje naar voren. En ik ga met mijn billen naar achteren. Hoofd tussen de armen. En ik ga naar een schuivende beweging naar voren. En ik ga dezelfde weg weer terug. Hoofd weer tussen armen. En ik schuif weer naar voren. En terug. En dat uiteraard 10 keer. Heb je 1 rondje gedaan? Dan heb je lekker 1 minuutje rust. En na een minuutje doe je hetzelfde parcoursje. Dezelfde oefeningen doe je nog een keertje. Weer een minuut rust. En dan de laatste ronde. En als je zegt, god, wat ben ik toch vreselijk lekker bezig, dan doe je nog lekker een 4e rondje, als je daar nog de energie voor hebt. Wat ons betreft, heel veel succes en ja, tot morgen.